Pum, 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 pum. Van Veldhoven, is dat nou stoom wat ik uit je oren zie komen? Nou, het was buiten koud, dus het kan zijn dat binnen wat, wat stoom uit mijn lichaam kwam. Maar er is ook nogal wat onbegrip richting arbitrage, met name bij die 1-1. Maar zelfs ook bij de 2-1. Ik vind het, de twee doelpunten zeer discutabel. En goed, ik denk dat Heracles voor de rest niet zoveel kans heeft gehad. En dat doet je pijn. Ondanks het feit dat je na een minuut of 7-8 in de tweede helft wat minder grip krijgt op het spel. En dan heb je natuurlijk de 1-1 waar zij naartoe hunkerde. En nou goed, ik denk dat daar de leiding ook de inleiding voor deed. Hè. Er is een inworp die voor ons gegeven wordt. Het ploeg loopt naar voren. En iemand roept aan de andere kant in een oortje, is het de vierde man of aan deze kant. Die zegt, ja, het is, dat was ook zo, want Mats raakt de bal aan. Maar heel de ploeg die loopt, omdat die grensrechter die dat signaal ziet geven. Nou, iedereen loopt naar voren en zij pakken de bal en gooien in. En het is 1-1 en dat vind ik wel onbegrijpelijk. U zegt je aanvoerder, Robbie Wielaert. Wij stonden zelf ook 5-6 seconden te slapen bij die inworp. Ja goed, ja, ik denk dat je dan in eerste instantie begint vrij te lopen. Hè? Want Bart Biemans denkt, ik ga die bal pakken om in te gooien. Ja, en als je dan die tijd niet meer krijgt om zelf de bal, of in ieder geval weer goed te staan, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Als je balbezit hebt, dan ga je anders lopen dan bij balverlies. Dan die 2-1, de penalty en de rode kaart voor Kisiek. Ja goed, ik moet dat nog eens heel goed terugkijken. Ik krijg alleen een signaal dat het, ja goed, die jongen die kan hier onder de kunstgras kruipen. Dat is onmogelijk. Hè? Je kunt al wat graven in een wat zand, maar niet hier. Dus ja, hij kan die bal nooit meer aan. Dus die bal die rolt eigenlijk weg. Ja, dan maken ze daar gebruik van. Ja, dan is dat heel bitter. Hè? Dan krijg je nog een strafschop en met 10 man. En dan moet je weer aan de bak. En ja, dan denk ik ook, we hebben het weer gesteld met mijn Belgische vrienden. Ja, je krijgt steeds minder vrienden zo in België. Nee, helemaal niet. Kijk, iedereen mag fouten. Daar gaat het niet om. We moeten ook naar onszelf kijken. We hebben de tweede helft ook 25 minuutjes ook niet goed gespeeld. Daar moeten we ook naar onszelf kijken. Maar als je dan de tegenstander de doelpuntjes zo op presenteerblaadje geeft, ja, dan wordt het altijd een stuk moeilijker. Maar in eerste instantie kijken we naar onszelf. Je hebt gelijk. Je moet altijd reageren. Situatie vanuit de 2-1 staan we positie nog niet goed. Anders komt die jongen ook niet in die situatie. Dus dat moeten we voor onszelf bekijken. Maar goed, als dat uit die fase ook allemaal doelpunten zijn, ja, dan slik je wel even. Toch kan ik me ook voorstellen dat je zegt op basis van de eerste helft en de slotfase, waarin jullie met 10 man nog op zoek gaan naar gelijkmaker, hadden jullie wel een punt verdiend? Ja, ik denk dat we dat zeker verdienen, maar dat hebben we voor de wedstrijd met elkaar over gehad. Wij verdienen overal wel een pluim door de instelling en de manier waarop we willen spelen. En we hebben dat vandaag 25 minuutjes niet goed genoeg gedaan. En we hadden meer verdiend, zoals we in Heerenveen ook meer verdiend hadden. Maar ja, god, soms heb je beslissingen die je niet altijd in de hand hebt. En dat is dan na een wedstrijd. Dan heb je wel wat tijd nodig om een beetje uit te blazen. Succes daarmee. Nou, ik zal mijn best doen.